een shoplogje voor jullie. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een shoplogje deed. En ik heb weer aardig wat nieuwe spulletjes gekocht. Dus ik vond het alweer leuk om een keer eentje te maken. Ik ben eigenlijk alleen bij het Kruidvat geweest. En daar heb ik wat spulletjes weggehaald die ik ga laten zien. Als eerste kocht ik een mascara van New York Color. Dat is deze, de City Curls. Ik ben de laatste tijd heel veel mascara's echt aan het proberen. En ik vind het toch altijd wel mooi als het ook een beetje, het gewoon echt heel veel volume geeft. Hier zit best wel een speciaal borsteltje aan, vond ik zelf. Kijk, hij is wat gekruld. Dus dat had ik nog niet eerder gezien bij mascara's. Zullen er vast zijn, maar ik had het zelf nog niet eerder gezien. Het is gewoon een zwarte mascara en hier zit dan een gekruld borsteltje aan. Het staat nu ook op de verpakking. Ik was er best wel benieuwd naar. Ik heb eerdere mascara's gehad van New York Color. Die waren echt wel goed. Dus ja, ik was dan ook zeker benieuwd naar deze. En deze kocht ik dus. Wat die precies kostte, weet ik eigenlijk niet meer. Volgens mij 3 euro. Ja, volgens mij 3 euro, maar ik weet het niet zeker meer. Maar ik zal de precieze prijs even opzoeken en die zullen onderin dan verschijnen. En dat is deze. Dan kocht ik van Essence een lipgloss, een hele gewone doorzichtige. Ik vind het altijd mooi als ik bijvoorbeeld een lippenstift gebruik, vind ik het altijd mooi om een beetje, om er een mooie shine nog aan te geven. Ja. En dan moet je eigenlijk normaal gewoon precies dezelfde kleur hebben als je lipstift, zeg maar. Ook de kleur lipgloss. Maar ja, die heb ik gewoon niet altijd. Dus het leek me wel een goed idee om deze te kopen. De XXL Shine. Hij heet Pure Chic. Om hem dan gewoon af te klossen, zeg maar. Dus dat vond ik wel handig. Ik had wel een paar doorzichtige lipglossen, maar die heb ik ooit een keer bij de Action gekocht. En daar zit dan zo'n geurtje aan. En dat is op zich wel lekker, maar niet altijd. Want soms dan, als je wat wil eten of zo, dan heb je dat geurtje, zeg maar, van die lipgloss. Die zit dan ook aan je eten. En die proef je dan. En dat is niet zo lekker. Dus vandaar dat ik gewoon eventjes een geurloze wilde hebben. Dan was ik ook best wel verrast dat het nieuwe limited assortiment al in de winkel lag bij de Kruidvat. Op deze maand is het cookies and cream. En ik was hier zelf al zo benieuwd naar. Ik dacht eigenlijk zelf dat het nog een weekje zou duren. En toen was ik dus bij het Kruidvat van de week. En toen, tot mijn grote verbazing, was de nieuwe collectie er gewoon al. Daaruit kocht ik de Cookies and Cream Shimmer Pearls. Ik was hier echt al super lang naar op zoek naar Shimmer Pearls. En ik vond ze best wel moeilijk te vinden. Vaak betaal je dan toch wel heel veel, zeg maar, voor zo'n potje. En ik had ze gewoon van de budgetmerken nog niet gezien. En toen zag ik 2 maanden terug dus dat deze collectie zou komen. Toen zag ik dat deze ertussen zouden zitten. Je kunt ze hierdoor een beetje zien. En ik kan het potje even opendraaien. Ja, er zit dus nu een stick voor. Ik kan het wel uithalen, maar ik denk ik wel dat al mijn bolletjes gaan rollen. Dus dat doe ik maar eventjes niet. Deze waren super snel op, zou ik denken. Want ik had al op internet heel veel mensen gelezen dat ze echt zo benieuwd waren naar bepaalde producten. En dat was ik dus ook. Hij heet One Sweet Day. Dat is altijd wel leuk. Dat je bij Essence altijd best wel van die grappige namen krijgt. Vind ik zelf. En ik was echt blij dat deze er nog waren. Want ja, hier was ik gewoon zo benieuwd naar dat ik hem echt wilde hebben. Dus deze. En ik kocht ook de handcreme. Volgens mij ruikt deze heel erg naar koekjes. Wauw, hij ruikt echt. Ja, hij ruikt echt super, super zoet. Hij ruikt echt lekker. Echt een beetje naar die zoete producten die hier op staan.
Hier was ik ook... Ja, deze wilde ik ook heel graag hebben. Dus ja, deze hadden ze gelukkig ook nog. Die kocht ik dus ook. Het is dus zo'n Op is Op limited editie. Dus ja, dan komt het gewoon niet meer terug. En dat is best wel jammer. Want er zitten vaak hele mooie producten bij die je dus gewoon niet meer terug ziet. Dus je moet er dan echt snel bij zijn als je daar gebruik van wilt maken. Dan kocht ik een Big Bright Eyes Nude Highlighter. Die is ook van Essence. Die zit nieuw in de collectie. Ik had hem eigenlijk nog niet... ik had er nog niet heel veel over gelezen. En laatst zag ik dat heel veel mensen echt super enthousiast waren over deze highlighter. En toen dacht ik van nou, ik wil hem eigenlijk ook wel heel graag proberen. Hij heeft maar €2, dat weet ik toevallig wel van deze. En dit is gewoon zo'n heel fijn potlood. Hij is lekker romig. Je kunt dan gewoon eventjes je highlights zetten en dan kun je het gewoon uitvegen. En je kunt het potlood heel simpel slijpen en dat is wel super fijn. En je hebt 3 verschillende kleuren van deze. Deze komt ook binnenkort in mijn review. Dus wil je er meer over weten, dan zou je die ook altijd even in de gaten kunnen houden. Dan kocht ik van Catrice een wenkbrauwlifter. Dat is deze. Dat is ook gewoon een potlood. Dan kun je dus hier dit wat omhoog laten. Het zou tekenen dat het lijkt alsof het lichter is. Het is best wel een luxe potlood, vind ik. Met die bloemetjes erop. Dus je zou denken dat het een limited editie is. Het is het niet. Hij zit vast in het assortiment. En hier ben ik ook wel heel blij mee. Die komt ook binnenkort in mijn review. Vorige week had je op de Kruidvat voordeelkaart. De Rimmel nagellakjes. De 60 seconds. Die kon je voor €2 kopen. Daar heb ik ook 2 van gekocht. Dat is deze geworden. Deze heb ik ook toevallig op nu. Best wel een mooi roze kleurtje. Even kijken of er ook nog een naam op staat. Dat is altijd weer verschillend natuurlijk. 260 Funtime Fusia. Het is wel leuk. Je krijgt er ook sterkere nagels van. Ik ben heel benieuwd. Ik heb deze nu een paar dagen op. En ik vind tot nu toe dat hij wel heel mooi blijft zitten. Natuurlijk wel iets de randjes die laat. Die gaan wel iets weg. Maar ja, dat heb je bij gewone nagellak ook. Maar tot nu toe blijft hij wel langer zitten dan mijn nagellakjes die ik eerder had geprobeerd. Dus ik ben hier zeer tevreden over. Ik denk dat ik hem ook nog wel vaker zal gaan kopen. En misschien gewoon eens een ander lakje van Rimmel. Maar ik ben er nu echt heel blij mee. En ik kocht ook 619 Pulsating. Dus een mooi paars kleurtje. Deze heeft een ander kwastje volgens mij dan deze. Ja, in ieder geval het is een ander plaatje. Je zou denken dat het anders is, maar ik denk wel dat ze hetzelfde zijn. Dit vond ik wel een mooi paars kleurtje. En mooi subtiel toch nog. Die glans er iets zie je erin terug. Dus daar ben ik heel, was ik heel enthousiast over. Dus vandaar dat ik deze ook meenam. Rimmel Londen is jarig. Je kreeg bij aankoop van €10 kreeg je een blikje. Dit blikje kreeg je dan. Daar zit een mascara in. Ik heb hem zelf net. Ik heb hem nog niet geopend. Want ik vond het leuk om hem gelijk eerst te gaan laten zien op de shoplog. Hier zit een mascara in. De waarde van €12,99. Erg leuk. Ik zag ze al staan en je moest dus voor €10 kopen. En kreeg je het blikje. Hij komt nog uitgebreid in de review. Dus dan kun je hem zien. Zeg maar. Dan heb ik hem uitgepakt. En dan kun je zien wat de actie inhoudt van Rimmel. Ik kreeg deze omdat ik deze lipstick kocht. Geïnspireerd op Kate Moss. Ik heb hem op nu. Even kijken of er een kleur op staat. Nee, ik zie hem zo niet staan. Hij stond wel op het
op het schap, zeg maar, de kleur. Maar ik zie hem hier dus net op terug. Dat is wel jammer, maar ik ga hem even laten zien. Het is een hele mooie roze kleur. Het is geen Barbie kleur. Het is echt wel een donkere, maar dat kun je ook zien omdat ik hem op heb. Het blijft echt super lang zitten. Ik heb er zelfs al mee gedronken en hij bleef gewoon zitten. En dan ben ik normaal van lipsticks helemaal niet gewend. Zelfs niet van de Maybelline lipstift die dubbel moet aanbrengen. Dus ik ben nu echt super enthousiast over deze. En ik vond het ook wel leuk omdat het geïnspireerd is op Kate Moss. En deze was 10 euro. Als laatste kocht ik een sleutelhanger. Ik heb het kaartje al afgehaald. Van Moustache. Ik hou echt van Moustache. Ik vind Moustache echt leuk. Deze waren nu deze week bij het Kruidvat. Je hebt een dubbele hanger eraan. Ik vind het wel een leuke toevoeging voor aan mijn sleutels. En ja, ik heb gewoon iets met Moustache. Ik vind het op een of andere manier vind ik Moustache gewoon, ja, gewoon iets grappigs. Dat een snor gewoon een trendje kan worden, zeg maar, zoiets. En je had ook roze snorren. En je had ook sterretjes. En je had er, geloof ik, ook sjaals, portemonnees, kettings. Kettingen. En nou, nog meer van. Dus als je er ook van houdt en vind je het leuk, zou ik zeker even een kijkje nemen. Want het is al een heel assortiment. Dat was ook meteen mijn shoplog. Zoals ik al vertelde, zullen de prijzen hier onderin nog eventjes verschijnen. Om het zeker te weten, dan weet je tenminste een beetje wat het kostte. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie snel weer kijken. Like ook even mijn Facebook mocht je het leuk vinden en mijn YouTube kanaal. Dan blijf je op de hoogte van mijn laatste filmpjes. Nou ja, tot gauw!